En ik, ik bedoel, is Westwing dan nog steeds een van de... Bedrijven die ik weet niet of ze nog steeds groeien, maar ik, bedoel, ik heb zelf ook heel veel in die dagdeelhandel gezeten. Groupon is gestopt volgens mij met het ja. verkopen van producten omdat ze daar uh, ja, blijkbaar niet uh, genoeg waarde toevoegde en uh, te veel ellende was of zo. Ja, ja. Uh, ik heb daar echt bizarre aantallen ook weggezet in heel Europa. Uh, iBoot was natuurlijk een van de aanstichters die naar Europa was gekomen en daarna gevolgd door vele andere aanbieders groot ja. en klein, ja. uh, uh, omgevallen of niet. Ja. Um, maar deze Westwing Sping of dan, die, 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 die is toch... Steeds staande doen nog steeds aanzienlijk veel omzet. En terwijl heel veel andere dagdeal sites uh, eigenlijk al het loodje hebben gelegd, of in ieder geval niet meer floreren, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, dat is een goeie. Ik denk als je als je één ding moet noemen waar dat toe komt, is het wel door de, uh, de benadering van, van inspiratie first. Uh, ik denk dat uh, dat het model van dagdeals gewoon heel makkelijk te kopiëren was. Dat zeg je eigenlijk zelf al hebben, ja. Roepon en toen iBoot. En nou ja, op een gegeven moment had je 20 dagdeals voor elke niche, wel, wel een ja. dagdeal. Um, mensen werden ook gewoon een beetje dagdeal moe. Ik denk dat uh, uh, ja, vroeger openden mensen nog elke e-mail die ze kregen, bij wijze van. En nu krijg je elke dag twintig van die mails. Ja, ik open ze niet. Dan meer. moet je kiezen ik welke val. je opent. <laughs> ja, allemaal, of allemaal negeren. En, uh, ja. ja, dus, uh, dus dat, dat, dan moet je gewoon iets extra's bieden. En ik denk dat, uh, dat Westing dat wel goed heeft doorgehad. Dat, uh, dat home living wordt op een andere manier geshopt dan bijvoorbeeld boeken of cd's. Uh, je gaat. Uh, Thuis op de bank, kom je thuis, ga je een beetje shoppen, een beetje voor de televisie netflixen en uh, op de iPad of op de telefoon ga je dan gewoon uh, een beetje shoppen. En, uh, en dan is het wel leuk als je gewoon uh, ja, mooie producten ziet en mooi gepresenteerd en dan die mooie prijs is een beetje, een beetje meegenomen. En dan de, het feit dat het afloopt en maar beperkt beschikbaar is, zowel qua voorraad als qua tijd, is gewoon een extra trigger om mensen over te halen om te kopen. Ja, en ook de Chinese concurrentie denk ik is ook denk ik van de reden dat het een dying uh, model is, want ja, de meeste spullen die je dan op die dachdeal sites vond, dat waren gewoon uh, AliExpress spullen met een beetje marge. Ja. <laughs> laten, we, ja. laten we dat even zo letterlijk vertalen. Ik bedoel, ja, ik heb ja. zelf het model ook gevoerd en ik weet precies hoe het werkt natuurlijk. Ja. Maar het is dus ook door de internationalisatie volgens mij is AliExpress vaker bezocht dan nu.nl. Ik weet het niet zeker, maar het is in ieder geval een van de meest bezochte sites van Nederland in ieder geval. Ja, wow. Uh, dus dat is echt bizar. Weet je, en steeds meer mensen bestellen gewoon rechtstreeks. En uh, uh, ja, het, het gaat toch uiteindelijk om waarde toevoegen in de keten. En anders ben je gewoon. Ja. En, en dat deed Westwing dus door uh, vanuit inspiratie te verkopen. Ja. dat is dan de waarde toevoeging, zeg maar. En, ja. Maar als je maar gewoon spullen uit China verkoopt met de marge en je. Dan Voeg je relatief weinig waarde toe? Ja, ik denk <laughs> dat, uh, dat, dat, dat dat waar is. Ja, je, je moet natuurlijk een beetje aansluiting zoeken bij je lokale markt. Dat kan met, met home and living, wat, wat iets meer uh, design-gedreven is, natuurlijk wel, uh, wel gewoon beter. Mensen willen mooie spullen in hun huis. Mm. Ik denk als je iets, uh, iets functioneels verkoopt, zoals een, uh, een aansteker of een, uh, een zaklamp, mm. ja, dan maakt het eigenlijk niet uit of dat uit China komt, of, uh, of hier bij Groupon of, uh, ja. of uit de winkel uh, online wordt gehaald. Ja, je zoekt gewoon iets, uh, iets functioneels, moet licht geven in het donker. Ja. Um, daar, daar zie je wel steeds meer ruimte ook wel ontstaan om echt iets cools neer te zetten natuurlijk, He, om echt uh, het merk voor, uh, voor zaklampen neer te gaan zetten bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ik denk wel, daar is wel meer ruimte om je af te zetten tegen het Chinese spul. Mm -hmm. He, maar maar de, ja, de periode waarin je gewoon met een, uh, met een beetje korting en, uh, en snel geleverd en een, uh, en een goedkoop product het kon maken is inderdaad wel voorbij. Ja. Ja, ik heb lang in die handel gezeten en ik uh, leverde bijvoorbeeld ook onder andere aan uh, uh, Vrienden van Koopje Deal. Dus eigenlijk volgens mij nog steeds een van de grotere van Nederland. Weet je, maar ja, die zijn dus ook failliet gegaan. Waar, waar ik ja, toch uh, ook geld aan verloren heb, zeg maar. Oh, <laughs> maar ja, ja wow. ze zijn wel vrolijk doorgestart. Ja. Um, en uh, nou ja, ik ken hem ook. Niels voor heeft het opgepakt van, uh, van Dekker Discounter en ja. die uh, heeft het nog steeds draaiende, zeg maar. Ja. Dus dat is wel, uh, dat is wel bijzonder dat, ja, dat het toch blijkbaar nog op een manier kan bestaan. En, uh, en, je, en je ziet. Tegenwoordig op de tv ook nog voorbij komen. De hele media eh, buying, ja, ja. waar ze vrij agressief. Ja, ja ik denk ja. dat ze dat goed doen. Hè. Kijk, uh, ja. um, Het gaat ook een beetje van: hoe, hoe vind je je klanten? En, en hoe weten je klanten jou te vinden. En uh, nou ja, op zo'n marketplace als bol.com moet je, je op een bepaalde manier onderscheiden. dan is prijs natuurlijk een heel makkelijke. Um, voor, voor andere dingen moet je gewoon een destination worden. En dan, dan kun je mensen uh, als ze van brand opbouwen, dus best thing, Kennen mensen gewoon? Mensen gaan op, op Westwing shoppen als ze iets zoeken voor, uh, voor home home Living. Mensen gaan op Vonk shoppen en dat, dan ben je de destination. Um, dat, dat doet, koop je ook uh, bewijs van. Um, en dan, dan doen ze het ook een keer goed met, uh, met de marketing. Uh, mm. ja. Super, It ja, hurricanes. cool. cool. Ja.